Wethouder Alexander van den Dungen. Geboortedatum 16 juli 1969. Woonplaats Sint-Michiels-Gestel. Politieke partij D66. Van den Dungen in drie woorden. Politicoloog, adoptievader, zonnig. Zijn vrije tijd besteedt hij graag aan zijn gezin. Lezen, wandelen, film kijken en als het even kan aan reizen. In de afgelopen 4 jaren maakte hij deel uit van de gemeenteraad. Met een achtergrond als adviseur bij de Provinciale Raad Gezondheid hoopt hij alle veranderingen rondom de zorg bij de gemeente in goede banen te kunnen leiden. In zijn portefeuille zit dan ook onderwijs en jeugd, ouderenbeleid, verkeer en vervoer en zorg. Over 4 jaar hebben we de zorg op een herkenbare manier in de dorpen georganiseerd, gebruikmakend van de voorzieningen die er zijn. Dus kijk hier naar dit mooie Berlerode, daar kun je prachtige huiskamers in organiseren voor ouderen. Kijk naar de gemeenschapshuizen zoals de Durpshert, maar ook de Kei in Geemonde en op andere plekken. Daar moeten we de zorg herkenbaar organiseren. Ook de wijkteams die er komen moeten herkenbaar zijn voor mensen in de dorpen. Daar gaan we aan werken de komende jaren. De zorg zal dichtbij worden georganiseerd. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de grote budgetkortingen die het Rijk ons oplegt. Dus we moeten echt bijvoorbeeld de begeleiding, de daropvang met 25% minder organiseren. De jeugdzorg met 25% minder. Maar door goede oplossingen lokaal te vinden in samenwerking met vrijwilligers, met professionals, met voorzieningen, moeten we er hard aan werken om het goed, het is wel sober, maar humaan te organiseren in onze gemeente.